Door donkere bossen omringd, door zee op het golfvelden koren en hoor ieder land kan den zin. O, van de achterhoofd, waar ik ben geboren. O, van de achterhoofdse landse wees ik horen. Achterhoofd, o achterhoofd, waar ik ook heen zal gaan. Verhoofd, lief uit een dierbaar plekje in mijn hart bestaan. Daar vind ik de kraligste boeren, daar vind ik een vogel en hoorn. Dat trots is op land en traditie. Van zuiverste Gelderse bloed allemaal. O, van de achterhoofd, waar ik ben geboren. O, van de achterhoofdse landse wees ik horen. Achterhoofd, o, achterhoofd, waar ik op hen zal gaan. Met de vrouw die jij begint? Ja, nou, eerste prijs van de pannenkoekenprijs. De klaar werd 32 keer. Nou, dat is al de eerste. Dat begint we eerst met. Die ga je even de dingen hartstikke doen. Die ga, kom, er is nog een. Die dan naar voren van die handjes? Dat ik niet. Hè? Nee, van die handjes. Dan kun je mooi een nachtkastje zetten. En dan zet ik de telefoon er maar achterop. Dan kun je hem bellen. Ja, dat is ook een dag, maar ik doe. Ik denk dat die handjes zo gaan bellen. Ja, dan belt maar ook. Dan moet je het onderste nummer nemen. Dat is van jou, van die kant. Dan gaan we nog een beetje met de eerste prijs. Eerste prijs van de heer. Eerste prijs van de heer, van de hotzaal. Ja, meneer Lentzi. Meneer Lentzi. Ja. Nou. Meneer Lentzi. Ja, dat is mooi, hè. Ja, ik ga binnen hem trappen. Ze horen daar net prima. Lentzi. Ik ben gekomen dit bestemd, dan weet ik al wat er gebeurt. Nou, de andere tweede is van de vrouw. Die kan weer een tas lopen. Kom, wat denk je? Ja.
maar de goal werd. Hè? Ja, ja. Ja. Hij heeft de titel van de, op de aantal seconden van het volksjaar. Ja. Ja, maar de breed ook mee. 18 seconden. Ja, hier. Eerst de breed. En nog andere. Hoe? Van de Holzjaar. Ja. Van licht en ogen houdt u je
Hey!
bloedbloederij. Dat doe ik nooit, maar er is grensmaken des in de bunt. Een aantal vrijwilligers biedt altijd klooster. En we hebben nog een moment over ze niet vullen, maar allemaal rustig moest geven. Het is een kleine waardering. Voor iets van hoop, als je nog een lange brief door en met plezier wil doen. Want die doet het allemaal met plezier en er is vrijwilligerswerk. En mijn standpunt is als je wist, vrijwilligerswerk wat betaald wordt, dan moet je er nu zijn. Want het bloempje is heel erg gewaardeerd. Applausje. Ik wil ook de mensen bedanken die gereden hebben. Ik zie Theo Veerwijk net met Buske van Jenny Userin. Theo, bedankt. Wie dus ook alle chauffeurs bedankt. Iedereen bedankt voor de gezellige middag. Ja, en ik zeg altijd, hopelijk tot een volgende keer in goede gezondheid. En mensen die 22 juli met wilt, geef ook uw tiets op als je niet teleurgesteld bent wat het busvol is. Het steen op de kabel, of een kum op de kabel, of in de bank, maar 22 juli, dan volgt het barneveld. Of pannen, dat is wel mooi. Mensen, allemaal heel fijn weekend. Bedankt voor het gezellige middag. Tot ziens.